Eindelijk is het zover. Komend seizoen vindt het eerste raceweekend van het Formule 1 seizoen van 2021 plaats. Voordat het zover is, nemen we nog even de belangrijkste veranderingen voor dit jaar met je door. Op die manier ben je helemaal op de hoogte van wat er te wachten staat. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, vergeet het dan zeker niet te doen, want ja, op die manier krijg je elke dag een update van ons wanneer er weer een gloednieuwe video online staat. Een van de grootste veranderingen is toch wel de kalender. Voor dit jaar staan er maar liefst 23 raceweekenden op de planning. En het is nog maar te hopen dat die allemaal door kunnen gaan. Nou goed, laten we er in ieder geval van uitgaan. Dan gaan we in één klap van een uitgeklede kalender in 2020 naar het drukste seizoen ooit. Dat zou toch mooi zijn? We verwelkomen dit jaar ook een nieuwe bestemming op de kalender. In het eerste weekend van december reist de Formule 1 namelijk voor het eerst af naar Saoedi-Arabië. Een nieuwe bestemming en dus ook een nieuw circuit. Ik ben onwijs benieuwd hoe dat zal zijn. In Nederland wachten wij natuurlijk echter op het eerste weekend van september. Want dan gaat hopelijk de terugkeer naar het Zandvoort dan eindelijk gebeuren. Ook keren enkele circuits die vorig jaar ter opvulling toegevoegd zijn, dit jaar weer terug. Zo rijdt de Formule 1 weer op Imola en in Portimao in Portugal. Dat zijn ronde 2 en 3 van het kampioenschap. Niet geheel onbelangrijk als je graag het allerlaatste moment de tv aanzet op de zondag. De races beginnen namelijk dit jaar iets eerder dan dat je bent gewend. Ze starten namelijk op het hele uur en dus niet meer tien over. De meeste races beginnen dus om twee of om drie uur middags. En ja, ongetwijfeld heb je het hier al voorbij zien komen, maar er zijn ook wat nieuwe teamnamen dit jaar. Zo is Racing Point omgedoopt naar Aston Martin, maar ook het team van Renault heeft een andere naam gekregen. Dat race vanaf dit jaar onder de naam Alpine. Dat is het sportautomerk van groep Renault. En zoals elk jaar eigenlijk zijn er ook wat nieuwe coureurs bij. Bij Alfa Tauri is de jonge Japaner Yuki Tsunoda ingestapt. En het team van Haas heeft zelfs twee nieuwkomers. Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Daarnaast keert Fernando Alonso terug in de Formule 1. Hij gaat rijden voor Alpine. Sergio Perez maakt de overstap naar Red Bull Racing. Sebastian Vettel naar Aston Martin. Daniel Ricciardo naar McLaren. En Carlos Sainz ging naar Ferrari. En het is nog even onder voorbehoud. Maar zoals het er nu naar uitziet komt er een nieuw fenomeen in de Formule 1. Namelijk de sprintraces. Dat zijn kortere races dan de race zelf en die worden op zaterdag verreden. De startopstelling is het resultaat van de kwalificatie en vervolgens bepaalt de sprintrace de startopstelling voor de Grand Prix. En misschien heb je het bij de wintertest al gezien, maar de auto's die zijn weer net iets anders dit jaar. Het is alleen niet heel erg makkelijk te spotten. Het grootste verschil zit hem in de vloer, die loopt nu naar binnen aan de achterkant, dus hij is wat smaller geworden achteraan. En dat moet de downforce aan de achterkant verminderen. Onder meer op aandringen van Pirelli. Nou, toch zijn er teams ongetwijfeld weer in geslaagd. om alsnog veel downforce te genereren. met de kleinere vloer. De grootste vraag is natuurlijk. wie is de slimste hiermee omgegaan? Ja, en of dat nog gevolgen heeft voor de rangorde. Komend weekend krijgen we een eerste indruk van. Ja, wat er dit jaar gaat gebeuren. Laten we in ieder geval hopen op een mooi, spannend racejaar. waarin gewoon alles doorgaat zonder enige problemen. En natuurlijk dat we in september. met onze neus er bovenop kunnen zitten. In Zandvoort. Vond je dit een leuke video? Vergeet je dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je gewoon weer bij een gloednieuwe video hier op gp Events. Hoi!